Iedereen heeft het zeker al eens meegemaakt. Je wilt je woonkamer opfleuren en je wilt dringend wat kadertjes omhoog hangen. Maar je zult altijd zien, net dan heb je boormachine uitgeleend aan iemand. En uw hamer en al uw nageltjes. En je weet niet meer aan wie. Stom, hè? Op zo'n moment denkt de mens dan, zouden we gewoon een keer die kadertjes niet omhoog hangen met wat plakband, hè? Maar ja, wie doet dat nu? Wij. Om kaders met plakband aan de muur te hangen, heb je eigenlijk maar twee dingen nodig. Een mooi kader, plakband en muur. Dat zijn eigenlijk drie dingen. Drie dingen nodig. Ik zal hem dan wel een keer durven los. Ja, laat hem vallen. Opgelet. Zie je. Voilà. En vind jij nu dat hij hier niet schoon hangt? Wel. Dan pak je hem er gewoon af en dan kies je simpelweg een andere plek. Hè. Hier bijvoorbeeld. Ja. Zeg, alleen. Anders had je hier een gat en dan denk je van, moet je wel laten hangen, want ja, anders moet, is er dat gat hier. Maar nu is dat gewoon een perfecte muur en je hangt daar schoner. Hij hangt eigenlijk al. Volgens mij zelfs stevig, met vier stukjes maar. Dat is jammer. Dat is jammer, ja. Maar ja, niks dat tape niet kan oplossen, natuurlijk. Ik vind het zelfs beter. Hier? Ja. Jij hebt hem, hè? Ja. Maar hij is wel jammer dat ik kan. Dat is in feite nog niet lelijk ook, hè? Ja. Hij kijkt ook naar het scherm zelf, hè. Ah ja. Er is een agapitje gebeurd met de luister. We gaan ons niet laten ontmoedigen door de luister. Nee. Dat kan gebeuren. Oh, dit is aan het scheuren. Voilà. Die staat, hè. Onze buurman is hier al komen klagen omdat wij te veel aan het boren of aan het kloppen zijn. Ik dacht het niet. Dat is muisstil. Ja, nee, er is al een stuk plakband losgekomen. Nee. Dat is geen steun in de plakband, blijkbaar. Alle chance. Voilà, dan kunnen wij ons gerief inladen. Wat kraken, precies. Nee, nee. Vier borden en al de couverts. Allee. Nog wel. Ah ja, nog een bord. Ik zal beginnen met Texel. Hey, pak dat, we vanavond nog iets kunnen koken. Dat kraken is normaal, dit is hem aan het zetten. Hey. Ja, maar nu zou ik wel stoppen. Ja. Moet nu ook niet rokeloos gaan doen. Nee, ook niet nog een blaasje. Dat is een problemenvraag natuurlijk. Ja. Dus ja. Je kunt je keukenkast perfect met van die plakband omhoog hangen. Dat is geen probleem. Ik denk dat we kunnen vaststellen dat kaders ophangen met tape, dat is geen probleem. Klein beetje voorzichtig zijn. Een piraat of een luster, daar zou ik eigenlijk niet mee beginnen. Maar een flatscreen bijvoorbeeld, daarvoor is plakband ideaal. Of een keukenkast, super, dat zou ik meteen aanraden voor thuis. Oei. Ja, keukenkasten ook niet dan. Nee, ideaal.